Het afgelopen jaar sprak ik een paar keer een groep werknemers toe. Ik deed dat namens vakorganisaties. Best wel spannend, want die werkvloer die is soms best wel een mijnenveld. Je weet niet helemaal wie je voor je krijgt. Wat zijn de moeite en de zorgen van mensen? Wat zijn hun dromen en idealen? Eigenlijk, wat speelt er allemaal? Op een van die ochtenden tijdens zo'n bijeenkomst gebeurde er iets bijzonders. Er gaapte een best een groot gat tussen werkgever en de werknemers. Er was spanning. Men verstond elkaar niet meer. Maar ik voelde dat mijn toespraak, dat wat ik daar mocht zeggen, dat wortel schoot. Ik zag ogen veranderen, brak een lach door, heel voorzichtig. Maar het gebeurde wel. Er was een brug geslagen en ik zag dat partijen weer bij elkaar kwamen. De winst van deze stap vooruit was dat werkgever en zijn personeel weer met elkaar in gesprek kwamen. Er was dialoog. En volgens mij is nou juist CGNV daarvoor bedoeld. We zijn er voor werkgevers en werknemers. Het achterliggende jaar hebben we geknokt voor CGNV. We gaan nu concrete diensten en producten leveren aan leden en aan klanten. We zijn er trots op dat we zoveel producten en diensten hebben kunnen ontwikkelen. We willen onderweg zijn met jou in je loopbaan en er op cruciale momenten zijn. Zo zorgen we dat je ondersteuning vindt bij ontwikkeling en uitdaging in je werk. Slim advies rond je werk, rond je inkomen, rond je persoonlijke ontwikkeling, dat haal je bij CGNV, vakorganisatie voor christenen. En als het nodig is, dan bieden we ook juridische ondersteuning. We bieden je op ieder moment in je loopbaan inspiratie op het gebied van werk, van inkomen en van je geloof. Maar eerst is het december, het feest van het licht. In december krijg je niet maar zo een cadeau, maar je krijgt een geschenk. In de vorm van de geboorte van Jezus, de redder voor jou die op de wereld is gekomen. Het is goed om samen kerst te vieren en ons geloof te delen. Ik wens jullie namens CGNV allemaal gezegende kerstdagen toe.